Ja, ik had vanochtend had ik een berichtje gedaan om nog maar even aan te geven dat je de politie niet met de NSB kan vergelijken. Want de rol van de politie in de Tweede Wereldoorlog was echt verschrikkelijk. Van de NSB kon je tenminste nog zeggen, ook al ben ik het met hun aanzichten niet eens, maar dat ze dat deden uit vaderlandsliefde, dat kon je van de politie in de Tweede Wereldoorlog absoluut niet zeggen. De meeste mensen die in Nederland werden doodgeschoten, getransporteerd, uit hun huis werden getrokken, gevangen werden gezet. Er kwam meestal geen mof aan te pas. Mof, Duitser, mens ohne Freund. Maar dat gebeurde veelal gewoon door mensen van de politie Nederland. Gewoon de Nederlandse politie. En ja, nu zie je vaak weer, we zijn apolitiek, weigeren na te denken, weigeren zelf wat uit te zoeken. In heel veel gevallen worden procesverbalen vervalst. Dat als basis te dienen dat mensen bestuurlijk aangepakt kunnen worden als ze toch niks strafbaars doen. Maar hun ideeën, hun uitingen, hun doen toch schijnbaar lastig gevonden wordt door sommige mensen. En ja, dan wou ik... Maar op de een of andere manier is mijn account half geblokkeerd. Wel niet, ik snap het zelf ook niet op grond van dat bericht. Maar ik had ook nog een ander berichtje gedaan en ik weet niet of dat aangekomen was. Voor degene met zijn Limburgse kutaccent of zijn Brabantse kutaccent, weet ik veel waar die vandaan komt. Die mij s'nachts opbelt. Bel me eens gewoon joh, neem je moeder mee, kan ik haar ook neuken gewoon, weet je. En als ik te zwanger ben, krijg ik tenminste niet zo'n kankerkind als dat jij bent. Dus dat wou ik nog even zeggen, bel me gewoon even op, kom gewoon langs met je zielige gedrag. En ja, dat was het eigenlijk. Ik wens iedereen echt een super prettig weekend. Ja, oh ja, en dat mag absoluut gedeeld worden. Oh ja, en voor jou, je weet het.